Daily Minutes, ja, dit is hem hoor, als ik tenminste goed geteld heb. Nummer 1500 met een uitzending voor vandaag dus, 18 december 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Even een dienstmededeling vooraf. Let op, morgenavond is er een extra uitzending van Slow Scan Radio. Met een herhaling van de uitzending van afgelopen zaterdag. Tijdstip is 2100 uur UTC en dat is 2200 uur onze lokale tijd hier. Frequentie is 7440 kHz, dus 2100 UTC op 7440 kHz. Vandaag in de uitzending is er data met een bij de rest van de uitzending passende teksten en meerdere Domino EX varianten, allemaal op 1500 hertz en automatisch schakelend. Vandaag doe ik wat anders dan anders. PNL DLO doet in de regio Eindhoven iedere week een uitzending over satellieten. Het is ongelooflijk hoe hij zoveel interessante informatie bij elkaar weet te krijgen en het is dus ook allemaal inderdaad heel interessant. Deze week was er extra veel nieuws, dus dat breng ik in deze uitzending. De Daily Minutes zijn vandaag trouwens wat langer dan normaal. Denk als je D-Star hebt vanavond nog even aan de D-Star ronde te beluisteren en te werken op de meeste D-Star hotspots en repeaters in Nederland. En daarnaast via de website van Frans PD4 FMJ. Daar kun je alleen luisteren trouwens. Maar dan kunnen we gewoon beginnen met een verhaaltje. Dus PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar en Veldhoven. En ja, we gaan eens kijken wat er zo voor nieuwtjes zijn deze week. Eerst even wat nieuwtjes uit de VS. De verschillende activiteiten van Amstel daarna. Oscar 85, die heeft wat problemen gehad met de batterijspanning, maar intussen is hij toch weer zo dat het goed gaat, dat hij weer bruikbaar is. Dus ze hebben het relais weer ingeschakeld, is weer beschikbaar, maar ze vragen wel om de satelliet niet te gebruiken op het moment dat hij in de schaduw van de aarde zit. Want dan wordt toch de batterij te zwaar belast en dat gaat niet goed. Ze proberen de levensduur van de satelliet dus zoveel mogelijk te verlengen door hem heel voorzichtig te behandelen. En hopen ze dat iedereen daaraan meewerkt. Ja, want de volgende satelliet, hè, dus Oscar 95, die vorige week gelanceerd was, die of twee weken terug, wanneer was het? Ja, die heeft dus wat problemen met de ontvanger. Die doet het niet of heel erg zwak, dat vertellen ze niet precies, maar het gaat in ieder geval niet goed. Dus ja, dan kunnen ze alleen maar telemetrie laten uitzenden en dat is het dan. Maar goed, dan vragen ze wel om mensen dus mee te laten kijken en telemetrie te laten ontvangen en doorgeven. Want dan kunnen ze alsnog proberen te achterhalen wat er allemaal precies misgaat. Kan ertoe leiden dat ze hem nog weten te repareren. Misschien is het nodig om station te vragen om mee te helpen om met een heel groot sterk signaal in de uplink bepaalde commando's naar de satelliet te sturen. Misschien dat het dan lukt om hem alsnog goed werkend te krijgen, maar dan moeten ze nog uitzoeken of dat zinnig is en zo. Maar goed, helaas, Oscar 95 dus niet bruikbaar voor amateurs voor verbindingen, maar wel telemetrieontvangst. En intussen gaan ze dus verder met het uitzoeken wat er mis is en daar hopen ze dan weer veel van te leren. En daarmee de volgende satellieten alleen maar beter te maken. Want dan kunnen ze die problemen proberen te voorkomen natuurlijk. En volgende satelliet die zit er natuurlijk aan te komen. Dat is FOX 1E. Oftewel RadFXSat 2. Samen weer met de Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, hebben ze die weer gebouwd. Er zitten weer soortgelijke apparatuur in. En daar zit dus ook weer zo'n FOX 1 relais in. Met een lineair relais, in dit geval uplink op 2 meter, downlink op 70 centimeter. En dan weer een telemetriebaken daarbij. Met een BPSK 1200 baud.
Die satelliet die is dus zo'n beetje klaar. Nou ja, nog niet helemaal, maar er wordt hard aan gewerkt. En die zal dan gelanceerd moeten worden met de Elana 20 missie van NASA in maart volgend jaar. Dus dan komt de volgende Fox 1 satelliet in de ruimte. Die gaat dan samen met een aantal andere CubeSats gelanceerd worden. Een aantal daarvan die zullen ook op amateurfrequenties verschijnen. Zoals Cape 3 van een universiteit van Louisiana. En verder een CubeSat ExoCube 2 van Cal Poly Universiteit in Californië op 70 centimeter. Dan een CubeSat van New Mexico Universiteit, Inca heet die dan, ook op 70 centimeter te verwachten. Er is ook een CubeSat Micromass 2B, maar die zit niet op amateurfrequenties voor zover bekend. Dan van de Universiteit van Michigan, de CubeSat MITE, M-I-T-E-E, ook op 70 centimeter. Weer een CubeSat van een universiteit in Utah, dus PICS, P-I-C-S, maar die heeft geen amateurradio, net als Polar Cube ook niet. Dan CubeBase, Universiteit van Centraal Florida, en die moet op 2400 megahertz gaan komen. Dat is weer eens wat anders. Nou, en dan nog TechEdSat 7 van NASA. Maar die zal ook niet op amateurfrequenties zitten. Dus een aantal wel, een aantal niet. Maar de meest interessante voor ons wordt dus die RadFXSat 2, oftewel CubeSat 1E. Die dan weer een echte communicatiesatelliet kan gaan worden voor amateurs. Nou, we moeten nog even wachten tot komend voorjaar. Anders zal er licht weer wat vertraging in komen en zo, zoals dat gaat. Nou, we hebben dus die grote lancering gehad van SpaceX, Falcon 9. Op 3 december met 64 satellieten. Een stel microsats en verder een hele grote groep CubeSats. En ja, we zijn nog steeds bezig te proberen die satellieten te identificeren. Valt niet mee, omdat die wolksatellieten nog steeds niet echt goed uit elkaar wil drijven. Een aantal satellieten zijn nu wel voldoende verwijderd van de andere om te kunnen vertellen welke satellieten het zijn, maar andere nog steeds niet. Er zijn er nog steeds bij die een onderlinge afstand hebben van maar 1 of 2 seconden. Ja, en dan kun je niet veel. Dan krijg je wel allerlei discussies van amateurs die dat allemaal proberen te identificeren. En iedereen heeft zijn eigen mening, maar ja, niemand weet het precies. Want het is gewoon nog niet mogelijk om dat goed te bepalen. Dus daar zijn we nog wel een paar weken mee bezig om die een beetje uit elkaar te trekken. Een paar van die niet-amateur satellieten, Hawkeye en SkySat en zo, die zijn door de eigenaren wel geïdentificeerd en officieel bekendgemaakt. Maar de andere die moeten we dus afwachten. Daarbij komen ook nog wat discussies tussen SpaceTrack en Celestrak. Die hebben dan weer een meningsverschil over welke nou welke is, dus je blijft lachen. Nou, verder zitten er ook minstens 2, misschien wel 3 onbekende satellieten bij, die gewoon in de 70 centimeter band een downlink hebben. We hebben geen flauw idee welke satellieten dat dan zijn. Moeten we proberen via achter te komen. Maar er zijn dus een paar onbekende satellieten actief. En we hebben de satellieten al wel gevonden, zeg maar, met het catalogusnummer. Maar ja, als je niet weet van wie die is, dan kun je ook niet veel. En verder zijn er een paar satellieten die wel zenden in 70 centimeter. En we weten ook welke het is en van wie. Maar die hebben geen amateurdoelstellingen. Die zijn dus gewoon commercieel of wat dan ook actief. En
Die hebben dus een downlink op 70 of wel meer. Zoals Eaglet 1, een Italiaanse CubeSat. En ja, die heeft zo'n beetje commerciële doelstellingen. Dus niet helemaal duidelijk hoe dat nou zit. Het heeft wel te maken met een universiteit in Italië. Maar die satelliet die wil dus niet alleen telemetrie op 70 uitzenden. Wat wel vaker gebeurt natuurlijk. Maar die heeft ook een downlink voor AIS-signalen van schepen. Die dan ontvangen worden ergens in het VHF-bereik. Dus dat heeft helemaal niks met amateurradio te maken. Er zijn AIS, dus scheepsidentificatiesignalen en zo. En die worden dan in de 70 centimeter band naar beneden gestuurd via een relais. Nou, dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling. En ja, nou vragen we ons af, wat moeten we ermee? Vooral omdat die club van plan is, na deze testsatelliet, want dat is het even, een hele serie van deze satellieten te gaan lanceren. 20 stuks die allemaal hetzelfde gaan doen. En die zouden dus ook allemaal wel eens in de 70 centimeter band kunnen verschijnen. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dus we proberen al wat acties te starten links en rechts om dat te voorkomen. Maar ja, dat is nog niet zo simpel. Dat moet allemaal via de officiële kanalen en zo. En dan, ja, misschien dat we kunnen voorkomen dat die in de 70 centimeter band komen, maar het is niet zeker. In ieder geval zijn die frequenties niet gecoördineerd met de IARU. Die willen er niks mee te maken hebben, zeg maar. Nou, er is nog zo eentje, Al-Farabi 2 uit Kazachstan. Wat die precies voor doelstelling heeft is niet duidelijk, maar ja, heeft ook iets met een universiteit in Kazachstan te maken. Maar ook die frequenties zijn niet gecoördineerd. Maar ja, die downlink zit er toch wel op 70. Nou, en zo gaat het maar door. Dus naast een paar onbekenden is het een beetje vaag. Er zijn ook nog geruchten dat een satelliet die we al dachten te herkennen eigenlijk niet die satelliet is, maar ook weer een onbekende. Er zou dus al een derde onbekende zijn. Maar daar kunnen we nog niet echt zekerheid over hebben, want dat is allemaal nog onduidelijk. Dus voorlopig zijn we nog even bezig met het uitzoeken van die signalen allemaal. En aan het meten van de banen en daaruit identificeren. Goed, de SPA0 DLO, Delta Lima Oscar. Dan hebben we sinds vanochtend weer 13 CubeSats erbij. Want vanochtend is dus de lancering geweest van een Electron raket van Rocket Lab. En ja, die is in het zuiden of in Nieuw-Zeeland gelanceerd. Vanochtend vroeg, na een paar keer uitgesteld te zijn vanwege slecht weer. En ja, die lancering is helemaal vlekkeloos verlopen. En daarbij zijn dus 13 satellieten gelanceerd, waarvan 10 in het ELANA 19 programma van NASA. En die, in die 10 CubeSat zitten er weer 4 die op amateurfrequenties werken. En in ieder geval één daarvan is al gehoord. En ik heb al een beetje de mogelijkheid om snel te kunnen identificeren, want ik heb al één passage opgenomen. Maar de baanparameters zijn nog niet allemaal gepubliceerd. Logisch, binnen een dag. Dat is echt pas een aantal uren, dus daar kun je nog niet op rekenen. Maar een uur of wat geleden waren er al 7 van de 14 objecten die gelanceerd zijn geïdentificeerd door de radarclub. En die hebben al 7 parametersets gepubliceerd, dus we kunnen al een beetje gaan zoeken. Er zitten dus weer allerlei universiteitssatellieten bij en NASA satellieten en zo. En ja, enkele daarvan zijn voor ons interessant. Het gaat om CHOMP TT op 437-560. En wel interessante satellieten, gaan ze heel nauwkeurig tijdmetingen doen. En die heeft zelfs een mini atoomklok aan boord en zo.
En dan gaan ze tijdpulsjes relayeren en ook met laser reflecteren en zo, dat soort grappen allemaal. Nou ja, dan heb je CubeSail 1 en 2. Ja, dat zijn eigenlijk twee satellieten die later gaan splitsen. En die moet zitten op 437.505. Maar dat heb ik nog niet gehoord. Die eerste wel, CHOP TT, die heb ik al ontvangen. Dan moet er ISX komen op 437.15. Nog niet geprobeerd. En Da Vinci, en dat is een satelliet van een school. En dat is de enige waarvan de frequenties officieel niet gecoördineerd zijn met de IARU. Maar die moet dus ook op 436.5 verschijnen met berichtjes die door die scholieren zijn bedacht en die dan door de satelliet worden uitgezonden naar andere scholen. Nou ja, zo'n soort experiment. Maar dat moeten we nog kijken wat dat voor satelliet wordt en of we die ook kunnen ontvangen. Dus, behoorlijk wat activiteit weer met CubeSats erbij. En er komen er alleen maar meer, dus dat belooft wat. Verder, de Dragon die onlangs dus naar het Space Station is gestuurd, een ruimtevrachtschip van SpaceX, die had dus ook weer een handjevol CubeSats meegenomen. Delphini 1, Unite, Tegetsat 8, Cat 1 en 2. En die zullen later dus gelanceerd worden met een NanoRex deployer in het Space Station. En of die ook op amateursatellieten of amateurfrequenties gaan verschijnen, moeten we nog even kijken. Maar dat belooft dus weer wat. Nou, iets heel anders. NASA heeft bij zijn verschillende vestigingen dus een amateurradioclub met een clubstation. En die zijn de laatste tijd actief geweest. Afgelopen jaar vanwege de festiviteiten bij NASA, 60-jarig bestaan en zo. Maar ze hebben nu als afsluitende activiteit aan het eind van dit jaar nog eentje. Namelijk het vieren dat het 50 jaar geleden is dat Apollo 8 naar de maan vloog. Borman, Lovell en Anders, de eerste drie astronauten die diep de ruimte ingingen en echt een rondje rond de maan. Ze zijn dus niet geland toen, maar wel de eerste keer rond de maan gevlogen. En dat was net in de kerstperiode. En dat was een historisch moment. De beroemde Apollo 8 vlucht. Die mensen die dat meegemaakt hebben, zullen dat nog wel weten. Nou, dat gaan ze dus herdenken. En daardoor zullen er wat stations actief zijn. Ja, in Zuid-Afrika wordt dus gewerkt aan twee CubeSats. Kletskous, die door vrijwilligers wordt gebouwd met simpele middelen. En heel goedkoop, want ze hebben simpelweg geen geld. En de andere is dan AfriCube. Een CubeSat met een hoop SDR-apparatuur erin. Ook een SD Software Defined Transponder moet daarin komen. Dus dat gaat, dat is nog echt in ontwikkeling, gaat nog even duren. Maar dat wordt dus de volgende. Nou, bij Amsterdam SA hebben ze trouwens weer een symposium. Space Symposium van 2019 op 16 maart. En ze nodigen mensen uit om verhalen die ze daar willen gaan presenteren vast eens op te gaan sturen. Het thema van de conferentie is deze keer ruimtewetenschappen en met amateurradio. Die combinatie. Dan is er een ARIS-verbinding geweest met Engeland afgelopen vrijdag 14 december met een school. En dat was weer een groot succes en dat was ook allemaal live op internet te volgen. De opname daarvan is via YouTube nog terug te kijken. Dus dat was weer een geslaagde actie van de ARIS groep in Engeland erbij.
Ja, dan is de lancering geweest van de Chinese maanlander Chang'e 4 naar de maan. En die is daar 12 december aangekomen in de baan om de maan. Als het goed is, want het is een beetje vaag allemaal. Officiële berichten zeggen dat het allemaal keurig geslaagd is zoals gepland. Maar een paar amateurs die probeerden dat dan te verifiëren door de downlink van de ruimtesonde te gaan volgen op S-band. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Vanaf het moment dat hij in de baan om de maan zat, was het downlink signaal op S-band verdwenen. En toen was het dus even paniek van, is dit echt wel nog wel zoals het moet zijn? Nou, andere amateurs die ontdekten toen een andere downlink in de X-band. Op 8,4 gigahertz dus. Maar daar zagen ze toch wat dingen die ze niet verwachten. Waaruit het leek dat hij in een heel andere baan zit dan gepland. Nou ja, misschien verkijken ze zich erop of wat dan ook. Misschien is er niks aan de hand, maar officiële verhalen komen niet echt uit China, dus we moeten even afwachten wat er nou precies aan de hand is. Maar als het goed is, zit hij dus in een baan op de maan en dan moet begin januari, als de lichtomstandigheden gunstiger zijn en zo, dan moeten ze de landing gaan beginnen van de lander met zo'n maanwagentje erbij. Ja, dan even kijken. Ja, heel veel verhalen dus over de trekking van de CubeSats allemaal. Er zijn uiteindelijk overigens minder satellieten gelanceerd dan gepland van die SSO-lancering. Er waren er oorspronkelijk 71 gepland, maar er werden er maar 64 gelanceerd. Dus er zijn er op het laatste moment toch een stel uitgehaald. En daar blijkt ook ZA-Cube 2 bij te zitten. Die is inmiddels gepland voor een volgende lancering op tweede kerstdag. Dus dat klopt dus allemaal. Die zit dus niet in die lancering met die Falcon 9 met de grote groep satellieten. Vandaar dat die dus ook niet ontvangen wordt, natuurlijk. Dus, hoop verhalen. Even kijken. Ja, dan is er nog een komeet trouwens. Weertanen, die langzamerhand bijna met het blote oog zichtbaar moet worden. Eind deze dagen, dus misschien ook even in de gaten houden als je dat interessant vindt. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Een hele lange lijst van berichten rond dezelfde soorten thema's. Nee. Goed. Dan hier kijken. Nanorex deploy, ja, de amateursatellieten even nalopen zoals ze er nu actief zijn. Oscar 7 vrijwel alleen mode B op dit moment. Oscar 92 nu steeds mode UV. Vandaag was hij dus niet in mode LV zoals vorige week al gemeld vanwege een speciale activiteit. Volgend weekend misschien weer wel. Oscar 95 dus, ja, zoals eerder gezegd, alleen maar telemetrie te verwachten. Oscar 11 was deze hele week uitgeschakeld. Oscar 29 doet het goed. De XW2 satellieten, CAS 4A en B, allemaal operationeel. Oscar 50 met FM. Oscar 73 dus sinds enkele dagen ook weer ingeschakeld. Die was een tijd lang alleen maar telemetrie actief. Maar hij is weer terug. En het mooie is, hij zal dus nu in de kerstperiode continu ingeschakeld blijven als relaisstation. Dus ja, de telemetrie voor scholen, dat heeft geen zin, want die hebben toch vrij. Dus dan wordt hij beschikbaar voor amateurs. Ze hebben ook een tijd lang wat experimenten gedaan met alleen maar telemetrie of alleen maar relais om te kijken wat er gebeurde met stromen in de satelliet die invloed hebben op de rotatie. Nou, het blijkt inderdaad dat de afgelopen week een enorme verandering is geweest in
rotatiesnelheid en de nutatie van de satelliet. En dat bevestigde dus inderdaad waar ze al ideeën over hadden. En dat is toch wel interessant, dat soort fenomenen te bestuderen. Goed, Oscar 85 dus operationeel, maar niet in de schaduw van de aarde. Oscar 86 operationeel, buiten ons bereik. Oscar 88 goed te gebruiken. Oscar 91 ook. En Oscar 84, PS Carole, DigiPeter ook af en toe. En dan het Space Station eigenlijk weer alleen Packet in de downlink. Een beetje uitgeschakeld geweest vanwege activiteiten met koppelingen en ruimtewandelingen en dat soort dingen. Maar normale wijze is hij dus actief met Packet en dat is nu ook het geval. Even kijken. Ja, JA1 zat tegenwoordig dus Jordan Oscar 97. Er zijn wat kleine probleempjes mee, maar over het algemeen doet hij het goed. Ze zijn volop bezig telemetrie te ontvangen en te bestuderen en zo. En nog afwachten hoe die geïdentificeerd wordt, want hij zit heel dicht bij een ander object en dan is dat lastig. ESEO, de grote microsat, studentensatelliet van de ESA, ook die doet het prima. Ook nog niet zeker wat zijn telemetrie betreft, of identificatie betreft, maar waarschijnlijk is het gewoon 43792. En die zendt ook telemetrie. Het amateurpakket aan boord van die satelliet is nog niet ingeschakeld. Dus het 2 meter downlink doet het nog niet. En verder wordt er door amateurs gewerkt aan telemetrie decoderingssoftware voor de 70 centimeter downlink, want ESA heeft dus inmiddels wel de nodige informatie verstrekt, maar het gaat toch nog niet helemaal handig, want ze gebruiken wat afwijkende standaarden. Niet zo handig. Goed, Space Station met z'n zessen actief nu. Tijdelijk nog, want een deel van de bemanning zal dus op 20 december terugkeren naar de aarde. Met Soyuz MS-09. En ja, die Soyuz die moesten ze dus nog gaan inspecteren met een ruimtewandeling afgelopen week. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Met een ruimtewandeling van 7 uur 3 kwartier. Het was heel moeizaam allemaal, want natuurlijk was dat helemaal nooit bedoeld om een ruimtewandeling uit te gaan voeren aan de buitenkant van zo'n Soyuz. Maar toch hebben ze het voor elkaar gekregen om bij de plaats te komen waar dat gaatje zit wat ontdekt was van binnenuit, om te kijken hoe het er van buiten uitzag. Daarvoor moesten ze een heleboel isolatiemateriaal wegsnijden en knippen. En nog een meteorenscherm stuk wegsnijden. Dat duurde uren. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt. En ze zijn ze bij dat gaatje kunnen komen. En hebben ze dus inderdaad dat epoxymateriaal gezien. Wat er van binnenuit ingespoten was. En dat kwam er aan de buitenkant uit. Maar verder was daar niks bijzonders te zien. Het is dus niet duidelijk te zien dat er van de buitenkant af ingeboord is. Het is echt van binnenuit gebeurd. Dat lijkt nou vrij zeker, hoewel ze die conclusie niet bekend maken. Maar als je zo de beelden zag, was dat wel een duidelijke zaak. Nou, is natuurlijk die thermische isolatie en dat soort dingen allemaal flink beschadigd. Ze hadden nog gedacht om daar dan weer een nieuwe isolatiedeken overheen te monteren, maar dat hebben ze op het laatste moment maar laten zitten. En ze kwamen tot de conclusie dat dat niet zo nodig was. Ze kunnen wel in de huidige situatie gewoon naar beneden toe, want dat deel van de Soyuz wordt toch vrij snel afgekoppeld. En het landingsdeel is verder helemaal in orde, dus ze kunnen gewoon volgende week komen en landen met de Soyuz zonder dat er problemen te verwachten zijn. Is het idee. Nou, spannende
actie weer, zo'n ruimtewandeling, maar uiteindelijk alles verlopen zoals het hoort. Verder is dus de voorbereiding aan de gang voor het vertrek naar huis van 3 astronauten, waaronder dus ook Alexander Gerst, die inmiddels de ESA-astronaut is die het meeste tijd in de ruimte heeft doorgebracht. Dat heeft een tijdje op naam van André Kuipers gestaan, maar dat is het dus nu overgenomen door Alexander Gerst. Nou, verder. Lanceringen. Ja, er is nog eens een lancering vanuit China geweest. Overigens met ook weer een heleboel kleine satellieten. Maar daar zit niks bij waar wij iets mee kunnen, zo te zien. En verder dan op 26 december, tweede kerstdag, lancering van een Soyuz. Helemaal in het oosten van Siberië. Vostochny. En daar gaat dus ook weer een grote groep CubeSats mee. Waaronder dan dus ook ZA Cube 2, de tweede CubeSat van Zuid-Afrika. Daar zit ook bij UAE 4 van de Universiteit van Würzburg. Dat is ook een CubeSat. En of die ook weer op amateurfrequenties actief wordt, dat is niet helemaal duidelijk op dit moment. Maar dat horen we tegen die tijd ongetwijfeld weer. Nou, genoeg te doen dus weer de komende tijd met weer extra CubeSats. Dus zullen we zien. En verder weer de lancering van die grote geheime spionagesatelliet vanuit Californië met Delta 4 Heavy. En dat wordt dus een hele spannende. Dat gaat dus in de nacht van dinsdag op woensdag gebeuren. En dat is een bijzonder geval, want die zit in een hele andere baan straks dan wat normalerwijze verwacht zou mogen worden van dat type satelliet. Dus dat wordt even zoeken. Maar we zitten er klaar voor. Oké, nou verder. De eerste lancering van een onbemande Crew Dragon van SpaceX staat nu gepland op 17 januari. Nog steeds. Dus eerst onbemand en later in het voorjaar de eerste bemande vlucht. En Boeing die is ook bezig met zijn tegenhanger van capsule. Die zal dus ook eerst een onbemande testvlucht gaan maken. Maar dat komt pas later. Nou, verder hebben we van de week gezien Virgin Galactic die weer een testvlucht heeft kunnen maken met Spaceship 2 vanuit de VS, vanaf zijn eigen lanceerbasis daar. En dat is helemaal geslaagd. Die zijn tot 82 kilometer hoogte gekomen. En dus officieel de ruimte bereikt. Ja, er zijn 2 definities. Eentje voor 100 kilometer en eentje 80. Tegenwoordig is de neiging om toch de 80 kilometer grens als de ondergrens van de ruimte te gaan accepteren. En in dat geval heeft deze vlucht dus inderdaad de ruimte bereikt. En dat was helemaal geslaagd. Dat zijn zo eventjes de dingen van deze week. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
microfoon naar de toer.